Het Museum voor Schone Kunsten in Gent heeft de belangrijkste werken van barokschilder Theodor Rombouts verzameld. De Antwerpenaar vertrok op 19-jarige leeftijd naar Italië en liet zich inspireren door meesterschilder Caravaggio. Later werd ook zijn werk heel gegeerd. Ja, die komen uit de hele wereld. De oeuvre van Rombouts is verspreid over heel Europa. Het zit ook in Moskou, daar hebben we geen bruikleden, dat kunt u begrijpen. We hebben uit heel Europa en uit de Verenigde Staten en zelfs uit Puerto Rico hebben wij belangrijk werk in bruikleen gekregen. De tentoonstelling bevat ook werken uit het Louvre in Parijs en het Prado in Madrid. Het MSK heeft zelf 3 werken van Rombouts in bezit, waaronder deze bekende allegorie van de 5 zintuigen. In 1860 is het eerste grote meesterwerk gekocht geweest en dat was een van Rombouts. Nadien ook de stad en nog een derde is ook door de bisschop gekocht geweest. Dus we hebben effectief 3 topstukken in het bezit. Maar met dank aan het museum zijn er heel wat bijkomende werken geleverd geweest uit zowel binnenland en buitenland. Rombouts is als naam minder bekend dan zijn tijdsgenoten Rubens en Van Dijk. Maar ook zijn werk behoort tot de wereldtop. De Gentse notabelen waren belangrijke opdrachtgevers. Wel, uiteraard, het werk hier achter mij is natuurlijk wel een belangrijke. Met die verstand, het is het grootste werk van allemaal. Het meest majestueuze. En dat heeft eeuwenlang ook op het stadhuis gehangen. Rombouts schilderde deze allegorie van het schepenrecht in opdracht van het Gentse stadsbestuur. Ook schilderijen die hij heeft gemaakt in opdracht van de kerk in Firenze en Polen vind je hier terug. Ze zijn nog te bewonderen tot en met 23 april. Daarna keren de werken terug naar hun eigenaar.